dat je kijkt. Ik heb vandaag een opgemaakt en een favoriete video. In mijn vorige opgemaakt video had ik het al een beetje genoemd van misschien dat ik ze samen wil voegen. Ik kreeg heel veel reacties. Heel veel die zeiden nee, doe het niet. Maar ook heel veel die zeiden ik kijk eigenlijk nooit je video's, je opgemaakt video's en je favoriete video's. Maar als ze samen zijn, denk ik dat ik ze wel ga kijken. Dus ik heb over nagedacht en een beetje gewikt en gewogen. En ik heb besluit genomen om voor nu even die samen te voegen. Ook kijken wat ik er zelf van vind, of ik het zelf leuk vind. En ik voeg ze nu dus samen. Ik begin gewoon met de opgemaakte producten. En daarna doe ik de favoriete producten. En mocht je nou niet de opgemaakte willen zien, dan kan je doorscrollen naar hier, naar dit getal. En dan begin ik met de favorieten. Dus dan kan je dat een beetje wat je zelf wilt. Dus als je alleen de opgemaakte video wil kijken, klik je hem weg na het opgemaakte gedeelte. Als je alleen de favoriete video wil kijken, dan klik je dus even door naar hier. Ik zal even van alles wat ik nu noem, dus en de opgemaakte producten en de favoriete producten, zal ik even een lijstje onder deze video op mijn site zetten met alles wat ik noem. En daarachter ook of ik er een review van heb of niet, dan kan je gewoon doorklikken. Dus mocht je wat meer willen lezen over wat dan ook, dan kan je dus verder klikken. Eigenlijk doe ik dat altijd, maar nu wordt het dus een iets langere lijst omdat ik en opgemaakt en favoriet heb. Dus dan weten jullie dat. Maar ik ga nu dus alle opgemaakte producten laten zien. En mijn bak is niet vol zoals je ziet. Normaal deed ik altijd opgemaakte video's als mijn bak vol is. En nu dus elke maand. Dus dan zie je ook gewoon hoeveel ik in een maand opmaak. En dat leek me ook wel heel erg leuk. Het zijn dus niet heel veel producten, maar wel een heleboel leuke producten. En waar ik echt van baal dat het op is. Dus ik ga het gewoon laten zien. Ik heb een conditioner opgemaakt van Herbal Essences. En dit is de Volume Wonder Crème Spoeling. Deze ruikt heerlijk, heerlijk fris en fruitig. En ik vind deze heel erg fijn. Ik heb nu een andere van Herbal Essences in de douche staan. Die vind ik ook heel erg fijn. Ik vind vooral die geuren heel erg lekker. Dus aanrader. Dan heb ik mijn scheergel opgemaakt. Die kon je ook al zien in mijn video van wat ik onder de douche gebruik op het moment. En ik vond hem niet zo heel erg fijn. Ik heb deze keer gekregen en ik dacht ik maak het op. Handig. Ik heb nooit echt scheergel. Meestal gebruik ik gewoon crème spoeling. Maar mijn huid was er heel erg trekkerig van. En daar hou ik gewoon helemaal niet van. Dus ja, ik heb hem wel opgemaakt. Maar ik zou hem denk ik niet opnieuw kopen. Hij schuimt trouwens wel echt heel erg lekker. Daar ben ik altijd wel fan van. Ik heb een mini haarspreetje opgemaakt van André Lon. Dit is de Make It Shine Spray. En deze heeft ook de heat protector. Dus dat vind ik heel erg fijn. En deze gebruikte ik als ik wat wilde dat mijn haar extra mooi ging glanzen. En dat deed hij ook wel. Dus ik vind hem heel erg fijn. En ook wel een aanrader. Ik maakte mijn favoriete tandpasta op. Dit is namelijk de Elmex Sensitive. En dit is voor gevoelige tanden. En ik heb heel erg gevoelige tanden qua kou, zeg maar. Als ik iets kous heb, dan voelt het echt heel erg naar. Zelfs dus, het zit bij mij ook wel tussen mijn oren. Want zelfs nu dan voel ik al. Maar dus als ik het erover praat, dan krijg ik er last van. Maar zeker als ik bijvoorbeeld een ijsje afhap of zo. Nee. Maar daar helpt deze wel heel erg bij. Het is niet weg natuurlijk, die gevoelige tanden. Ook omdat het bij mij volgens mij een beetje tussen de oren zit. Maar het helpt wel echt heel erg. En ik vind het gewoon een hele lekkere tandpasta. Dan heb ik een deo opgemaakt. En dit is de Lady Speed Stick in Shower Fresh. Een hele fijne, goed werkende deo. Ik heb 3 varianten ook getest. En de werking bij allemaal vind ik even goed. Alleen vind ik Powder Fresh het lekkerst ruiken. Deze ruikt heel erg fris en heel zoetig en bloemig. En ja, ik vind het wel lekker, maar niet... Oké. Ik vond die Powder Fresh vind ik lekkerder. Of Powder Fresh bedoel ik. Maar deze is echt ook qua werking heel erg goed. Dan heb ik een masker opgemaakt. En dit is van Dermalogica, de Cleansing Mask. En dit was van een setje die ik had met allemaal acne producten. En ik heb deze echt alleen gebruikt als ik echt last van mijn huid had. En ik vind deze heel erg fijn. Hij prikkelt in het begin, tintelt hij heel erg. En het is een soort klein masker, dus hij droogt ook op. En ik vond hem heel erg fijn. Hij ruikte volgens mij ook heel erg fris, maar dat weet ik even niet zeker. Oh nee, een beetje kleiig, frissig, kleiachtig ruikt het. De geur is niet heel boeiend, maar ik vond deze wel heel erg fijn. En ik merkte ook wel echt verschil. Dan heb ik ook nog mijn nachtcreme opgemaakt. De Tea Tree Blemish Night Lotion. Met zo'n handig pompje, wat ik heel erg fijn vind ook. Zeker als je met een acnehuid aan de gang gaat. Dan is dit gewoon hygiënischer met bacteriën op je gezicht. En ik vind deze heel erg fijn. Ik heb ook al inmiddels een nieuwe in gebruik. En hij doet echt mijn huid heel erg goed. Ik heb ook een concealer opgemaakt. Deze is, dit is de Collection Concealer. In de kleur. Ja, is er afgesleten. Maar volgens mij heb ik fair. Maar hij... Ja, nu zit er dan weer wat in. Maar ik krijg gewoon ook niet alles eruit. Dat vind ik wel heel erg jammer. Want dit is echt een fijne concealer. En ik heb er nu een in gebruik. En als die op is, dan heb ik dus pech. Want deze kan je niet in Nederland kopen. Vooral wel in Engeland bijvoorbeeld. Maar ik vind deze heel erg fijn. Hij is heel mooi licht voor onder mijn ogen. Maar puistjes camoufleert hij ook heel erg goed. Hij is vrij dik. Doordat hij zo dik is, is het soms wat lastig om uit te blenden. Maar goed, daardoor blijft het ook alweer de hele dag goed zitten. Dus deze vind ik heel erg fijn en heel erg mooi. En dat is wat ik deze maand heb opgemaakt. Dan gaan we door met de favorieten.
Ik heb dit keer een aantal doucheproducten. En dat komt niet altijd voor, maar nu dus wel. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Als eerste heb ik deze shampoo. Dit is de Moroccan Oil, Argan Oil shampoo van Kruidvat. En als eerste vind ik de geur heel erg lekker. Heel erg fris, notigachtig. Maar een hele fijne geur. En de werking vind ik ook heel erg goed. Hij voelt heel erg dik aan en heel erg voelend aan. En dat is hij ook echt. En dat vind ik heel erg fijn. Ik heb de crème spoeling ook. Die vind ik gewoon wat minder fijn. Omdat hij is niet zo dik als dat ik graag wil bij een crème spoeling. Dus daarom laat ik die niet zien. Maar die is ook wel prima. Maar deze vind ik echt heel erg fijn. En deze die kost volgens mij maar 1,50. Dus dat is ook heel goedkoop. Ook van Kruidvat, eigen merk, heb ik een scrub. Dit is de lavendel scrub. En deze ruikt heerlijk naar lavendel. En het is, als je zo ziet, is het een beetje een korrelige scrub. En ik dacht dus, oeh, dit wordt misschien wel heel droog op de huid. Maar als het in contact komt met water, dan gaat het heel licht schuimen. Er zit ook SLS in, of SLES. En daardoor schuimt hij dus ook. Maar ik vind hem echt heel erg fijn. En hij ruikt lekker en hij werkt fijn. Hij is lekker grof. Dus ja, ik vind dit echt een heel fijn product. Dan heb ik drie producten die bij elkaar horen. Dus namelijk de parfum, de douche gel en de body lotion van Guess, Seductive. En ik vind de geur heel erg lekker. Een hele warme, kruidige geur. Het is wel een wat zwaarder parfum, maar ik vind het ook echt heel erg geschikt gewoon voor overdag. En ik krijg hier ook wel complimentjes over, dus dat zegt al wel veel als mensen het ook opmerken. Dan denk ik, oh, het is een goed luchtje, die moet ik onthouden. Dus ja, deze. Maar daarnaast staat ook deze twee producten erbij, de douche gel en de body lotion. En ik dacht, ja, zal bij zo'n parfum horen. Meestal vind ik dat niet zo wat. Dan denk ik altijd, ja, mwah, wel ook wel iets leuk omdat het bij het luchtje hoort, zeg maar. Maar deze zijn ook echt heel erg goed. Er zitten hele verzorgende bestanddelen in. En dus de douche gel die laat mijn huid echt heel zacht en gehydrateerd achter. En de body lotion ook. Dus die maakt mij het heel erg zacht en heel erg, ja, allebei maakt het ook heel erg geurend natuurlijk. De body lotion gebruik ik echt alleen maar bijvoorbeeld hier op mijn hals of op mijn armen. Dus de gedeeltes die buiten mijn kleding vallen, want anders ruik ik het niet natuurlijk. Maar echt, hier was ik echt blij door verrast. Dan heb ik een body butter. En dit is de Shea body butter. En zoals je ziet is er al flink wat uit. En wat is dit een geweldige body butter. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Hij is voedend, hij is dik, hij is fijn. Hij ruikt lekker, hij trekt goed in. En hij laat mijn huid echt 24 uur goed gehydrateerd. Ik heb in de winter met de kou heel erg last van jeukende onderbenen of jeukende onderrug. En als ik dit erop smeer heb ik daar echt de hele dag geen last van. Dus echt geweldig. Ja, ik ben hier echt ontzettend fan van. Dan ook de make-up box van Action. Als je mijn review hebt gelezen was ik niet geheel positief. En dat ben ik nog steeds niet eigenlijk. Want de lipsticks die waren uitgedroogd. De nagellakjes waren oké. De mascara leek ook wat uitgedroogd. En de oogblootjes vond ik ook niet heel erg fijn. De blushes waren geweldig. De poeder waren niet mijn kleur. De oogschaduws die werkten gewoon niet fijn. Maar hij zit toch in mijn favoriete video's. Omdat ik dit een heel fijn palet vind. Als ik ga spelen met make-up. Ik vind het heel erg leuk om gewoon wat uit te proberen met looks. Laatst had ik ook een hele blauwe look gemaakt. En ja, daarvoor vind ik het gewoon zonde om mooie palettes voor te gebruiken. En dan vind ik dit gewoon heel erg geschikt om zoiets te pakken. Dan maakt het niet uit als het er niet meer uitziet. Als poeders helemaal naar de galamiezer zijn. Dus dit vind ik een heel fijn palet om gewoon lekker te spelen met make-up. En ja, daarom vind ik het heel erg leuk. Qua kwaliteit weet ik het niet. Het is ook leuk als je begint met make-up. Maar ja, daardoor is je favoriet, omdat dit gewoon een lekker knoeienpalet is. En dan heb ik twee budget lipsticks die best wel op elkaar lijken. Ik heb daar ook samen een review over geschreven, dus ik wil ze ook samen laten zien. Deze is van Essence, nummer 7, Natural Beauty. Ik kan Natural niet zo goed uitspreken, maar die dus. En van Catrice in een Rose Garden. Beide hebben ze een hele mooie roze kleur en lijken ze dus ook heel erg op elkaar. Maar ze zijn toch wel heel verschillend, zoals deze van Catrice. Die is wat warmer en deze is wat koeler. Deze dekt wat meer dan deze. Dus het is net wat jij wilt en ik vind ze beide heel erg leuk. Deze draag ik heel graag op dagelijkse basis. Omdat die zo transparant is, vind ik dat heel erg mooi staan. En deze zou ik dan eerder dragen naar een feestje bijvoorbeeld. Maar beide heel erg mooi en ook heel erg budgetproof. Dan gaan we door naar kleding. En ik heb dit keer twee items. Als eerste een broek. Dat is namelijk deze broek. Die heb ik al een tijdje. En dit is zo'n broek met zo'n Essie wash. En deze komt van Primark volgens mij. Ja. En ik vind deze gewoon heel erg fijn. En ik heb deze ook heel erg vaak gedragen. Ik vind zo'n broek al best wel opvallend op zich, zeg maar. Als ik deze draag, draag ik die bijvoorbeeld met een zwarte top en een vest of zo. En dan doe ik niet echt iets knallends erbovenop, omdat ik dit toch al best opvallend vind. Ik vind deze heel erg leuk, heel erg stoer staan ook wel. En die heb ik ook echt vaak gedragen. Dan heb ik ook mijn nieuwe top van de H&M. Die kon je ook al zien in mijn unboxing. En wat is deze mooi. Die stof is echt geweldig zacht en mooi. En aan de achterkant zitten dus twee gaten. En die kleur staat mij gewoon
heel erg goed en hij is lekker. Hij zit lekker, hij staat mooi. En ja, ik heb deze ook heel erg vaak gedragen met liefde. Met een mooie ketting bijvoorbeeld. Oh ja, ik ben echt dol op dit ding. En dit waren alle favoriete producten van deze maand. Ik hoop dat je de video leuk vond. Vergeet geen reactie achter te laten natuurlijk met wat jouw favorieten waren van deze maand. Of wat jouw favorieten waren uit deze video. En doe dan ook geen duimpje omhoog als je de video leuk vond. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!